Hallo steenbokken. Tweede maand ging het even tussen de boogschutter en de steenbok even zo doorheen. Dat betekent dat jullie in mekaars energie zitten. Een steenbok is sowieso een helper. Dus ik ga ervan uit dat jullie de boogschutter zijn aan het helpen. En anders word je geholpen door een steenbok. Komt helemaal goed. Dus al bij deze wil ik sorry zeggen. En eigenlijk kijk ook even terug, want soms ben ik te vroeg. En dan is het nu voor nu geldig. Maand mei. Venus, liefdesplaneet. Saturnus, de wijste weg. En Jupiter, de planeet van de kansen. Pluto, de planeet van de dood. Gaan allemaal in de retrograde. Tot aan oktober heb je tijd om te transformeren, om te herzien. Reflectie is sexy. Zodat je een mooiere toekomst hebt. Probeer in kompas te lopen met het kosmische. Dat heb ik hier de hemel voor meer begrip voor anderen. Hè? Want wij zijn aardetekens, we weten dan snel de logica. En ik moet loslaten. En het is tijd voor ontwaking. Nog een keer, jullie moeten het gaan loslaten. Dat wat jullie weten, want jullie zijn zo intelligent. Ja, zie de Pluto als een spiegel. Als een spiegel die jou laat zien wat er is en wat er misschien beter kan. En onderzoek jezelf, al gaat het je heel veel energie kosten. Je hebt ook tijd tot aan oktober. In oktober komt dus alles uit. Ja, en je moet soms door het donker. Ook jullie even door het donker om daarachter mensen te kunnen helpen. Want jullie zijn helpers, hè. Maar dan moet je eerst door het donker heen. Help eerst vooral jezelf. Ik denk dat ik dat moet meegeven. Een tip. Ja, schrijf een brief aan jezelf, aan dat kleine kindje vroeger. Wat fout ging en hoe je het nu zou willen. En geef het aan moeder aarde of vader hemel. Geef het weg en transformeer. En de affirmatie voor de maand mei is: het is veilig voor mij om los te laten. De basis, de persoon die jullie zijn heel vaak in controle. Hè? Het is niet dat jullie controlefreaks compleet niet. Jullie zijn zo netjes gecontroleerd. Maar jullie komen dan zo streng over. Dat denkt de rest. Ja? Dus dat stukje minder streng is het eigenlijk ook meer voor jezelf. Ja, kijk even een maand mei als je dat allemaal kan fixen. En als het voor jou werkt om wat strenger. En dan blijf dan ook daar. Want jij weet zelf waar je staat. Oké, als je mij voor het eerst ziet. 5 kaarten. Ik heb een orakelkaart over het thema. En 2 voor jou. Dat is de rotkaart. En 2 voor de overkant. Het kan ook kriskras gaan. You know waar je staat. Laten we beginnen. Ik heb de engelentherapie. We hebben allemaal therapie nodig. Steenbokken. Ja, I know. Jullie weten. Kijk eens. Bescherm jezelf, steenbok. Bescherm. Oeh, ik voel hem nou heel sterk. Bescherm jezelf voor vrede of op angst gebaseerde energieën. Door een cocon van helend licht om je heen te visualiseren. Roep Michael op. 2, 3. Dus ik denk, het is voelbaar, is zichtbaar. Maar je moet er wel wat voor doen. Veel steenbokken zijn al spiritueel, die weten het. Maar ik voel vooral ook mannelijke steenbokken hier. Een mannelijke energie. Als je ook in je mannelijke energie zit. Bescherm jezelf. Ja? Roep Michael op. Kijk hem daar staan met zijn zwaard en de... Hoe heet het ook alweer? I don't know. In ieder geval, wees Captain Hero. Die heeft het ook. Want dat zijn jullie ook een beetje. En bescherm jezelf. De schild. Kijk. Vorige levens en die staan op de kop. Jij moet terugkijken en angsten. Ik denk dat je misschien terug naar een vorige leven moet om iets af te maken nu. Iets van het andere leven komt nu nog naar voren. Daarom is het goed voor jou. Volgens mij is het ook jouw planeet, heb je dan. Ga dat fixen. Want dat heb je niet afgemaakt daar. En het kan hier zichtbaar zijn. Voor sommigen, je bent al voorbij. Maar voor sommigen die net in hun transformatie zitten, is dit het. Iets van het vorige leven gebeurt ook nu weer. Goed. 2 voor jou, 2 voor de overkant. Wauw. Energie. Je hebt de magie. En jij. De overkant. Je eigen kaart komt eruit. De verleiding. Steenbok. Wauw. Ja, wel mooi hoor. Allemaal arcana kaarten. Dat
wat verleiding is. Misschien vorige leven of je bent ooit verleid. Ik ga er niet vanuit dat jij de verleider bent. Ga ik vanuit. Wow, die valt op de grond. Zie je, die is heel sterk. En dat weet ik van jullie. Even show. Dan moet ze maar naar. Woppa. Kijk eens op zijn kop. Misschien is dat wat je nog niet weet. Je draagt de magie. You can do this. Ga je energie verschonen. Ga je chakra schoonmaken als je dat nog niet kent. En begin dan opnieuw. Want kijk, daarachter als je door het licht, ligt hoop. Sterren, dan kun je wensen. Al jouw wensen komen uit op het moment dat je even terugkijkt en dat begraaft. Dat wat je niet meer nodig hebt of dat van de vorige levens, zodat je vooruit kan. Sowieso ken jij, je weet wat een verleiding is, dus daar trap je sowieso niet in. Maar dit, kijk dan, drie arcana's. Gebruik je magie. Gebruik, zo niet, Google het als je het niet weet. Google het. En magie is de betoon, dat ben jij zelf. Dan zeg ik, misschien moet je even anders doen dan meestal, want ik zie twee enen, om daar te komen. Je weet zelf waar je staat. Ik kruis mijn benen, dus dat is onbewust. Dat betekent misschien wat betere open houding voor wat anders. Dan zeg ik, jullie kunnen zo streng zijn, dat wat jullie weten of doen. Jullie zijn de papa's van de dierenriem. En papa's zijn altijd nog wat. Let daar heel goed op. Want aan de overkant, kijk hoe leuk. Liefde en rechtvaardigheid. De waarheid en de liefde is onderweg. Of dat is de overkant. Maar jij weet zelf. Dus als de waarheid, stel je voor als de waarheid daar misschien niet is. En je weet dat het verleiding is, weet je ook. Gebruik je magie en hoop voor wat beters. En geef geen vals hoop ook, steenbokken. Twee zevens, zoals ik dat zei. Geen vals hoop. Let daarop, dat krijg ik echt door in mijn hoofd. Ik denk dat de overkant. Zes is voor mij jeugdherinnering. Herinner je misschien. Er is liefde, want je ziet de geliefdes, die zijn er. Liefde is er, maar soms moet je de waarheid zoeken in de liefde. Is dat het? De overkant, die houdt, die geeft liefde, maar die kent niet altijd de waarheid vertellen. Of die staat nog niet, die gaat richting de waarheid door de Pluto's en alles erop en eraan. De overkant weet zelf en jij weet waar het overkant over gaat. Heb hoop. Dat alles wat de overkant is, dat de waarheid en wat ze namen, dat het allemaal komt. Of misschien je weet het al, want ik vind jullie zo slim. Je kende misschien de waarheid al van de overkant. Jullie weten dat het misschien ook naar je toe komt. Maar eerst bescherm jezelf. Bescherm jezelf ten alle tijden, papa's. De meeste steenbokken gaan ook met kreeften. Heel vaak kom ik dat tegen. Heel vaak komt dat tegen. Dus als jij dan hier, dan zou misschien deze de kreeft zijn. Maar de kreeften zijn sowieso heel lief. Alleen maar ja, die vertellen heel hard de waarheid. Kan ook, totdat het ook is. Of die kunnen dan de verleiding zien soms. En dan kan de overkant even, ja, dat zeg ik. Want een kreeft kan even je laten weten hoe het zit. Het is heel beschermend, die ziet het. Maar het zijn mooie cijfers, de 6 en de 11. Ben je vrijgezel, wil ik je vertellen. In het licht, in het waarheid komt dit naar je toe. En het is geen verleiding. Want jij zou dat duidelijk kunnen zien. Wat mooi. Ik vind wel, er komen alleen maar arcana kaarten uit. Hè? Dus ik denk dat dit vast staat. 2 negers, je komt wel tot vervulling. Als je het maar gaat begrijpen, dat je eerst jezelf moet beschermen. Terug moet kijken even naar het verleden. Het verleden mag ook eergisteren zijn of 2 dagen geleden. Of vorige leven. En blijf hoopvol. En let op als mensen valse hoop aan jou geven of jij aan de ander. Let daarop. Zoals ik blijf zeggen, je bent daar te slim voor. Gebruik je magie. Je kennis is jouw magie. Jouw kennis is jouw magie. Goed. Wees niet te streng voor jezelf en voor anderen. Ja, je mag soms loose control. Mag. Mag, wat losjes. Ja? Ga checken. Maar gebruik je schild en wapen.
Zet jezelf in een bol licht. En vooral omdat jullie de helpers zijn, die zijn vaak met anderen bezig. Dus misschien neem je het ook wel wat mee. En misschien daarom komt ook de bescherming. Dus misschien voordat je in gesprek gaat of voordat je anderen gaat helpen, eerst jezelf beschermen. Dat je de troep niet meeneemt. Deal. Mwa, mwa, mwa. En let op met die boogschutter. Misschien is het ouder en kind, heb ik ook heel veel gehoord. Dus komt goed. Tot volgende maand weer. Doei doei.